Welkom deze avond. Bijzondere avond, biddag. Ik denk in deze tijd heel actueel. Als je ziet, de tijd waarin we leven. Wil ik een welkom heten in het bijzonder aan de livestream. Ook jullie van harte welkom om met ons deze dienst te vieren. En aan mijn gebed is dat het een dienst mag zijn in volle eer en glorie voor zijn naam. Want uiteindelijk hebben we al gezongen dat hij alles vast in handen heeft. En ook al is het moeilijk en hebben we soms een moeilijke tijd, mogen wij weten dat zijn plan altijd doorgaat. Daar willen we ook beginnen met de woorden waar we altijd mee beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijn handen. Daarom groeten we u met de Bijbelse groet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat het goed is dat we een stil gebed nemen om onze aandacht te vragen of de Heer het weg wil nemen wat ons bezighoudt in deze wereld. Dat we een moment mogen hebben om even met Hem, met elkaar bij Hem te zijn. Even gewoon, ik zeg het wel eens, even bij Hem op schoot te kruipen. Gewoon even, laten we bidden, zal ik het afsluiten. Ja, Heer, zo willen deze avond in het bijzonder eerst tot u komen, Heer. Omdat we weten, Heer, dat we van onszelf helemaal niks kunnen. Heer, zonder u, Heer, dan bouwen wij helemaal voor niks. Daarvoor willen wij bij u komen om uw zegen te vragen. Een zegen, Heer, voor Koos, Heer, als u straks hier het woord brengt. Een zegen, Heer, voor de geluid en voor de muziek, Heer, als we zingen, Heer, dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw grote naam. Heer, als we hier bij elkaar mogen zijn, Heer, dan is mijn gebed, Heer, dat we hier oprecht zijn. En dat we oprecht, Heer, de noden met u willen delen. Heer, want het is zo nodig. En er komt steeds meer komt de druk op te staan, Heer. Steeds meer komt de druk op deze wereld. En zien we, Heer, dat uw plan ijzingwekkend doorgaat. Heer, dan snappen we het gewoon soms helemaal niet. Heer, maar één ding geloven we van harte. Dat u dat plan uitwerkt. En dat we straks voor eeuwig bij u mogen zijn. Maar dat wil niet zeggen, Heer, dat het niet moeilijk kan zijn. En daarvoor willen we bij elkaar zijn. En willen we die dingen bij u brengen. En het allemaal bij u neerleggen. En vragen of u de uitweg aan ons wil geven. Dank u wel voor wie u bent. Amen. Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, van de preek, maar ik bedoel de biddag, toen werd ik eigenlijk een beetje gegrepen door een preek van het begin van het jaar. Die luisterde ik op YouTube. En eigenlijk wist ik niet dat die dan waarschijnlijk zo toepasselijk zou worden zoals die nu is. En ik wil met jullie lezen een paar versen uit twee kronieken. En dat gaat over Jozefat. En bij mij staat erboven overwinning op de Moabieten en de Amorieten. Daar geschiedde het dat de Moabieten en de Amorieten en een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten tijde trokken. Men kwam Jozefat melden. Een grote menigte is tegen u opgetrokken van aan de overkant van de zee uit Amra. Zie, ze zijn in Garazon, Tamar en Gedi. Dat is Engedi. Toen Jozefat werd bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. Hij riep heel Judea met een vaste uit. En Judea kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Jozefat ging te midden van de gemeente Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere. Voor de nieuwe voorhof en zei de Heere: onze grote vaderen, gij zijt niet een God in de hemel. Gij heerst gij niet over alle koninkrijken die tegen u. Zijt gij niet onze God, die voor aangezicht van uw volken Israël heeft verdreven. Tot zover wou ik lezen. Ik werd erbij bepaald dat Jozefat ging niet eerst, toen hij het hoorde dat de legers op hem afkwamen, ging Jozefat niet eerst zijn krijgsraad of zijn generaal. Joh, wat moeten we doen? Hij riep het hele volk op, kom laten we een bidden houden. Het zou mooi zijn, hè, als onze koning Alexander het ook gedaan zou hebben. Hè, dat hij ook weer Nederlands die nog gelovig zijn, laten we met z'n allen naar de kerk gaan. Voordat corona kwam, of voor de oorlog. Zou het mooi zijn geweest als hij dat gedaan had. Want uiteindelijk missen we dat erg, hè, dat we uiteindelijk het zoeken bij de Heer. Want als je verder leest in Jozefat, dat ze daar bidden voor de Heer. Dan wordt Jasriel, die wordt gegrepen door de Heilige Geest. En die zegt aan koning en volk, maak je maar niet druk. Ik zou voor jullie vechten. En de Heer vocht voor hem. Het enige wat hij zei, ga de stad uit,
Ga naar het begin van de woestijn. En daar zal ik jullie laten zien. Jullie hoeven geen zwaard aan te raken. Wat gebeurde de volgende morgen? Ze gingen het ding uit, de stad uit. Het leger ging niet voorop. Jozef ging voorop en hun gingen voorop. Het leger ging vooruit, zingen. Lovende de Heer, geweldig. Daarvoor is het goed dat wij hier bij elkaar zijn. Dat we het niet zoeken in deze wereld, maar dat we God zoeken. God zoeken in deze wereld waar zo pijn en zoveel verdriet is. Want daar wou ik met jullie zingen. Psalm 68, vers 2. Wat vrome volk in uw vreugd. Heer, zo komen we dat Kees de preek, Koos de preek doet, Heer, komen we bij u en willen u een zegen vragen, Heer, voor Koos. Wilt u hem zegenen, Heer, met de woorden die hij zegt? Heer, dat hij mag vertellen tegen ons, Heer, wat u hem in zijn hart gegeven heeft. Heer, dat wij ons hart ook willen openen, dat we mogen luisteren, Heer, naar uw woord. Heer, uw dierbare woord, Heer, waar Koos vele versen uit gaat voorlezen. Wil u daarvoor danken. Zegen we zo, Heer. Amen. God zegen. Dank u wel. Dank u wel, Frans, voor de fijne woorden die je zei. En ik zal jou ook Frans noemen in het vervolg en jij mij Kees, dan komt het allemaal goed. Nee, je blijft gewoon leuk. We zijn hier vanavond bij elkaar om onze jaarlijkse biddag te houden. En waar bidden we dan om? We bidden om de zegen van God. Om die te mogen ontvangen voor het komende jaar. Ja, over alles wat we doen. Gewas, arbeid. Want, Psalm 127 zegt dat zo mooi. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers daaraan. En wij als kinderen van God, ja, die onderschrijven dat en ook de volgende waarheid die de Heer Jezus leert in Johannes 15. Ik lees het je ook maar voor. En toen viel mijn laptop uit. Ik ben de wijnstok, zegt daar de Heer Jezus. En u de ranken. Wie in mij blijft, zegt de Heiland, en ik in hem, die draagt veel vrucht. En dan opnieuw, want zonder mij kunt gij niets doen. Dat is bijzonder, hè? En wat staat er niet ongelooflijk veel in deze ene zin? Ik heb zo mijn 8 punten even kort neergezet. Jezus, de wijnstok. En uit hem komt alles voort.
En opmerkelijk bij de wijnstok, ik heb het van de week nog na zitten lezen. De wijnstok die stuwt al die sappen, alles wat nodig hebt naar de rank. En daardoor groeit die rank. Bijzonder. Ben je overigens niet ingeënt, dan ontvang je ook niet zijn levenssappen. Dan heb je niks. Dan ben je niks. En dan denk je dat je van alles bent. Maar Gode zij dank. Wij zijn door zijn genade de ranken. Onze naam is zelfs op deze uitspraak gefundeerd. De wijnrank. Komt die vandaan, die naam? Blijf in mij en ik in u. Waarom? Nou, heel simpel. Omdat je zonder mij niks kunt doen, zegt de Heer Jezus. Toen we net baden, Hans, kwam dat element in jouw gebed zo mooi naar voren. Dat we zo afhankelijk zijn van hem. Ja, nou, dat klopt ook. Die rank stuurt die sappen door. Zonder Jezus kunnen wij niets. En daarom is het biddag. En de zojuist gelezen Bijbelgedeeltes bewijzen en ons hele leven bedijst dat. Zonder u kunnen we niks. Aan des Heeren zegen is alles gelegen. En zonder deze zegen kunnen we en willen we gewoon niet leven. Dat is de belijdenis van het kind van God. Ik wil niet zonder die zegen leven. Na een nacht van worstelen en zwaar gewond eruit komend, zei... Ja, werd eigenlijk de biddagtekst voor Jacob. Ik zal u niet laten gaan totdat gij mij zegent. Laat dat gebed in je hart zijn. Ik laat u niet gaan, Heer, totdat u mij zegent vanavond. En wat een les was dit, hè, voor deze bedrieger. En wat had hij er een weg voor nodig, hè, om op deze plaats gezet te worden, om tot deze belijdenis te komen. Eigenlijk kan je zeggen, Jacob werd daar echt op zijn plaats gezet. De gemeente De Wijnrank in Leersum. Spreek u me aan, weet wie je bent. Een rank die zonder Jezus niks kan. Wees niet gelijk als die mensen die net een rijbewijs gehaald hebben. Pas daarvoor op. Ze roepen namelijk allemaal dat ze kunnen rijden. Ze kopen een auto en ze gaan op pad. En wij weten allemaal als geroutineerde autorijders dat je dat rijbewijs hebt gekregen en daardoor ontvang je toestemming om deel te nemen aan het gemotoriseerd verkeer. De praktijk ga je door ervaring heen leren. En sommigen leren het nooit. Maar dat is niet sterk om mijn punt te maken, maar het is helaas waar. De boodschap aan zijn zegen is alles gelegen. Snap je het? Snap je hem? En ook, hè, wat een magistrale en onvoorstelbare God wij mogen dienen. Snap je dat ook? Mijn vorige preek die ik hier hield heette: Gods volk heeft alles mee. Nou, ik zou het ook boven dit korte preekje kunnen zetten. Onder andere dit. Wij hebben als enigste godsdienst ter wereld een zegenende God. Weet u dat? Onze God zegent jou en mij, zijn kinderen, zijn volgelingen. En hij doet ook niets liever als hem zegenen. Want daar gaan we over vragen, hè, vandaag. Om de zegen. En ik ga het zo bewijzen dat hij niets liever wil als jou en mij zegenen. Luister maar eens. Want onze God, hè, onze liefhebbende God tegen ons zegt onder andere in Psalm 115. En de psalmist, diep onder de indruk van de algoede en zegenende God, wil niets weten van eigen eer of roem, want hij begint ook met die psalm, begint hij zo te lezen. En dan gaan we hem samen lezen. Niet ons, o Heere, niet ons, wij geen eer, maar uw naam, geef uw naam eer. Waarom? Om uw goede tierenheid. En om uw trouw, daar begint hij mee. U bent het, u bent het. En sprak ik net over het feit dat wij als enigste godsdienst ter wereld een zegenende God hebben, dan impliceert mijn opmerking dat er meerdere godsdiensten zijn.
Ja, dat klopt, dat gaat hier ook omschreven worden. Hij begint met, waarom zou nou iedereen om ons heen zeggen, waar is nou jullie God? Want we gaan straks horen dat hun allemaal een God hebben die zichtbaar is, van goud en koper. En, maar wij hebben, bij ons is die niet zichtbaar, hè? En dan zegt de psalmist, onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hij behaagt. En dan wordt de goden van de wereld omschreven. Hun afgoden zijn van zilver en goud. Best mooi. En ook duur. Maar het is wel het werk van mensenhanden. En hij gaat verder. Hij gaat het bijna belachelijk maken. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Oh. Ze hebben ogen, maar ze zien niks. Ze hebben oren, maar ze horen niks. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen eens geluid uit hun keel. Wat heb je nou aan zo'n God? Geen ene malle moer. En dan zeg ik het nog heel mooi. Niks. En hoeveel afgoden hebben wij niet in deze wereld? En dan hebben wij natuurlijk niet meer van die beeldjes, maar wij hebben andere goden, hè? Televisie of je kleding of hoe je wil wezen, je titel die voor je naam kan komen, je carrière, je auto, je huis, je vrouw, je kind, weet ik veel wat. Dat zijn de goden vandaag aan de dag. Nou, vul maar in wat je hebt. Maar heel goed omschreven hier door God zelf. Het is dode materie. Ze doen niks met je leven. En je hebt er niks aan. En God gaat zelf zeggen, gaat hij nog verder. Laat nou wie ze maken hun gelijk worden. Dat ze op hun gaan lijken. En al wie op hen vertrouwt. En nou komt onze God aan het woord. God, de psalmist, gaat oproepen, Israël, vertrouw op de Heere. En dan wordt voor het eerst deze tekst gebruikt. Hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron, het hogepriesterlijk geslacht, vertrouw op de Heere. Tweede maal, hij is hun hulp en hun schild. En wanneer komen wij? Nu, want wij zijn niet het hogepriesterlijk geslacht. Wij zijn niet het volk van Israël. Wij behoren bij de categorie die nu ons gegeven wordt. U die de Heere vreest. Vertrouw op de Heere. Want als je om een zegen gaat vragen, moet je ook vertrouwen dat je hem krijgt. Anders heb je gebed geen nut. Je moet weten dat wij de God hebben die hemel en aarde gemaakt heeft. Vertrouw hem maar. Hij wil het je geven. Hij is hun hulp en hun schild. Het wordt nog veel erger. Het wordt nog veel mooier. De Heere heeft aan ons gedacht. Het staat er. Hij zal zegenen. Dat belooft God. Dat zegt God. Hij gaat nog verder. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. De kleine met de grote. Het gaat nog verder. De Heere zal u meer en meer gaan zegenen. U en uw kinderen. U bent gezegend door de Heere. En dat is niet zomaar iemand die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wow. De hemel die is van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Zo eindigt de psalmist. De doden die zullen u niet prijzen. Evenmin al wie in stilte is nedergedaald. Maar wij hier zullen de Heere loven. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. Halleluja. Wow. Moet je eens over nadenken wat hier gezegd wordt. Ik zou je vertellen, als ik nu een speech zou houden. En ik zou deze woorden gebruiken. Hè? Zulke grootse woorden. Weet je wat de helft van jullie zal denken? Nou Koos, overdrijven is niet zo. En zeg eens niet zulke grote dingen die je niet waar kan maken.
Maar ik heb het niet gezegd. Ik ben het helemaal met je eens trouwens hoor, dat je dat zou zeggen. Ik heb de tekst niet bedacht die ik net voorlas. De teksten. Ik sprak wel, maar het waren de woorden van God zelf. Onze drie-enige God. Die, zoals we lazen, de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dus niet zomaar een godje die we ook net lazen. Die toch niet praten of wat dan ook. Maar hij die alles heeft gemaakt en nog steeds onderhoudt. De almachtige, de heerser over, ja, over de hemel en de aarde. Die wil zegenen, dat lazen we. Het huis van Israël, het huis van Aaron en zij die de Heere vrezen. De kleine met de grote. Dat wil hij. En wat is dit groots? Is het eigenlijk wel door mensen te bevatten wat hier gezegd wordt? Ach, denk dan hè. Dat uw dankbare menselijke gestamel voor hem is als het kostbaarste goud wat ooit op aarde gevonden is. Als je straks bidt, moet je dat bedenken. En uw vragen naar hem. Hoe gebrekkig, hoe krom, hoe zijn voor hem als de kostbaarste sieraden die ooit op aarde zijn verhandeld. Dat moet u eens bedenken. En waarom? Alles in Jezus' naam. U bent door Christus voor hem het dierbaarste wat er ooit is geweest op aarde. En u bent heel duur gekocht door het kostbare bloed van Jezus. De hoogste prijs is ervoor betaald. En hij laat niet varen de werken zijner handen. Zou Christus voor u gestorven zijn als u niet heel dierbaar was in zijn ogen? U, jij, ik. Wij zijn zijn prijs, zijn heerlijkheid, staat verderop in de schriften. We zijn het pronkjuweel geweest bij de schepping. Het allermooiste wat ooit op aarde gemaakt is, dat ben jij en ik. Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Dat ben jij en ik. De zondeval. En toen in de herschepping werden wij weer het allermooiste pronkjuweel wat Jezus Christus, wat onze Vader, wat de Heilige Geest heeft op aarde. Door het kruis op Golgotha. En geen vader op aarde geeft meer om u dan uw hemelse Vader om u geeft. En weet u wat zijn drive is? Waarom hij dit allemaal doet? Liefde. Liefde is de ultieme drijfveer. Waardoor onze Vader in de hemel, waardoor de Heer Jezus en waardoor de Heilige Geest, de drie-enige God, dit allemaal zomaar aan jullie laat vertellen, aan jullie wil laten geven en aan jullie wil, door dat alles wil laten leven. Dat is liefde. En diezelfde liefde, die dus, waardoor die wil zegenen. Nou, dan zou ik zeggen, ga dan met deze verwondering naar hem toe. Vraag maar om die zegen. En weet u, we horen de hele dag maar dat we weer inflatie hebben en moeilijk. Hè? En als je net zo nieuwsgek bent als ik, dan loop je het risico dat je de hele dag naar het nieuws zit te luisteren. En het gaat je beïnvloeden. Het wordt slecht, het wordt moeilijk. Maar klets toch niet. Het wordt helemaal niet moeilijk. Je moet je alleen leren beheersen. Je moet je leren beheersen. Weet je, Jezus Christus zelf, het levend geworden woord, zegt dat wij de dingen moeten bedenken die boven zijn. Weet je wat je zou moeten doen morgen de hele dag? Psalm 115 in je hoofd meenemen. En maar twee keer naar het nieuws luisteren. Ja, al wordt de benzine 4 euro. Nou, dan kom je lopend naar de kerk. Of Michael komt je ophalen. Met zijn grote limousine. Of op de fiets. Laat je vol zijn van Jezus. En laat die gedachten die we net gelezen hebben, wat hij jou wil geven. Hè? Ik zal je zegenen. Laat dat je gedachten vervullen. In plaats van al dat nieuws. Waarbij je ook nog de vraag moet stellen of het fake nieuws is. We eindigen met een verlangen. En dan hoop ik maar dat de berijmde psalm die ik nu voor ga lezen, jou en mijn hart het komende jaar constant mag vervullen. Dus heb je niet psalm 115, doe je gewoon deze. Gelooft, zij God, met diepst ontzag. Hij
overlaat ons dag en dag met wat? Met zijn gunst bewijzen. Die God die dat doet, is onze zaligheid. Wie zou dan die allerhoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ga het doen, anders ben je dom, stom. Die God is onze God van heil. En hij schenkt uit goedheid, zonder pijl. Net denk aan dat olievaatje van de weduwe. Dat hield niet op tot het vaatje nog weg, dat de schalen leeg waren. Die God zonder pijl, dat is geen pijl, hij blijft me doorgeven. Wat? Ons eeuwig zalig leven. Hij kan. Hij zal. En wil. In nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Er is gesproken. En naar ik geloof. In Jezus' naam. Ik heb een heel mooi YouTube uitvoering gevonden van dit nummer. We gaan het niet zingen. Doe het licht maar uit. Ga de preek maar overdenken. Laat het maar op je inwerken. Ik zou zeggen, start het prachtige filmpje maar op. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt Kees, voor deze mooie woorden. Mooie hoe je ons hebt laten zien wie God eigenlijk is. En dat is, zoals jij het bracht, eigenlijk geweldig. Dan vallen eigenlijk de zorgen voor deze wereld alles een beetje weg. Dat jij het je eigenlijk wil zeggen. We gaan nog één lied zingen. Thank you.
Zitten we nog hier. En zo mooi is verzongen dat we eigenlijk dagelijks brood. Hè, we hebben heel lang geleefd, dagelijks brood geen probleem. En als je dan op het nieuws leest dat het brood misschien wel 5 euro gaat kosten. En er komt geen graan uit Oekraïne. En dat is lastig en dit is lastig. Dan denk ik, wat zijn we eigenlijk heel klein. Hè, bij het minste en het geringste zitten we om het hand. Benzine wordt te duur, we moeten op de fiets. Dan moet ik met de fiets Tante Nel langs gaan halen, want die kan het niet fietsen. Dan moeten we doorfietsen. Moeten we op een tandem. Weet je, ik denk, zo klein zijn wij. Maar wat Kozel gezegd heeft, ik geloof dat we daarin in God heel groot zijn. Wat Kozel zegt, als we oprecht tot God bidden, dan is hij bij machten om Poetin te draaien. En is hij bij machten om deze wereld te doen wat voor ons draaglijk is. Dus laten we oprecht nu de tijd nemen om gewoon die God aanbidden en onze noden bij hem neer te leggen. Het hoeft niet van veelheid van woorden te zijn. Want de Heer zegt zelf, God weet te lang wat je wil bidden. Dus laten we de tijd nemen om de dingen bij hem te brengen. Oprechtheid, dan vind ik het afsluiten. Dank u wel, Vader, dat we als uw gemeente, als uw kinderen
zijn voor uw troon deze avond. Dank u wel, Heer, dat we in deze wereld waarin zoveel woorden klinken, Heer, onrustbarende woorden, dat we dan mogen samenkomen, Heer, om naar uw woorden te luisteren. Uw woorden die spreken van zorg, van verantwoordelijkheid, van zegen, van liefde, van trouw die nooit loslaat. Vader, we zijn zo blij dat we de woorden van u mogen hebben. Dat we ze mogen kennen. Dat we ze mogen leren spellen in ons leven. Dat we ze mogen leren toepassen. Heer, en dat we in Christus geënt mogen zijn. De wijnrank en wijderranken. Dat we daaruit mogen leven. Dank u wel, Vader, dat we ons nooit zorgen hoeven te maken. Heer, want u houdt alle dingen vast, u weet alle dingen en u laat nooit los. Heer, dank u wel ook dat we deze opdracht hebben om te arbeiden in deze wereld. Heer, om namens u de goede dingen te doen, te zorgen voor de mensen die hulp nodig hebben. En op te vangen die moeten vluchten. En op te vangen en te verzorgen die gewond zijn. Heer, mogen we daarin de vele mogelijkheden die we hebben gebruiken. Heer, en dat we ons hart richten naar diegenen die hulp nodig hebben. Heer, we beseffen dat we zo bevoorrecht zijn. Dat we mogen putten uit uw rijkdom. Dat we geënt mogen zijn op die onverwoestbare wijnrank. Heer, en we willen graag de naam van onze gemeente eer aan doen. En dat u ons door uw Heilige Geest daartoe in staat stelt. Dat vragen we in Jezus' naam. En we danken u voor het tegenwicht van Psalm 115. Als we alle dagen zo geconfronteerd worden met nieuws. En als dat eigenlijk nieuws is van een soort dat als dat doordringt, heel erg bedrukkend, heel erg bedroevend is. Mensen die lijden, mensen die op de vlucht zijn, mensen die doodgaan. Mensen die heel veel ontbering hebben. En er gebeurt zoveel. En het is eigenlijk zo dichtbij. Zoveel vluchtelingen. Bijna 2 miljoen in Europa. Sommigen ook in ons land. Heren, bij zoveel overspoelend leed. Wat is het goed om vanavond samen te zijn. En om met Psalm 115 opnieuw geconfronteerd te worden. Die God die de echte God is. In een zee van afgoderij waar die wel door mensen aanbeden worden, maar niet werkelijk bestaan. En niks kunnen uitrichten. Dank u dat u bestaat, dat u er bent, dat u in de hemel bent. Dat u hemel en aarde gemaakt hebt. Dat u beloofd hebt om een schild te zijn, om een hulp voor kleine en grote. En dan denken we ook aan onze broeders en zusters in Oekraïne. Dat hebt u ook hen beloofd. En heren, hoe u het zult waar maken, dat weten we niet. Want sommige van hun zullen nu in schuilkelders zitten of op de vlucht zijn. Of misschien wel met een geweer in de hand ergens aan een front staan. We weten het niet. Maar u hebt beloofd. En u kunt uw belofte wonderlijk waarmaken. Dank u dat we inderdaad hier, Hans bad het al, maar daar zijn we ook bepaald bij. Dat we wijnranken zijn in die gemeente die de wijnrank heeft. We willen opnieuw vanavond tegen u zeggen, Heer Jezus, zonder u kunnen we inderdaad niets doen. In uw zegen is het alles gelegen. En hier zijn we en we spreken woorden uit. We spreken woorden van dank en vertrouwen en voorbeden uit. Maar dat alles wordt gedragen door het besef dat we met lege handen komen. Dat we zwakke mensen zijn. En dat we werkelijk in alle dingen, fysiek, psychisch, geestelijk, van u afhankelijk zijn. En ook als gemeente geen vrucht zullen dragen. Dan alleen door die verbondenheid met u. Dank u dat we dat opnieuw mogen realiseren. Amen. Heiland, ik wil u ook hartelijk danken, Heer, dat we zo als gemeente, een stuk van de gemeente, bij elkaar mogen zijn, Heer. Om u aangezicht te zoeken vandaag, Heer.
hele bijzonder, Vader, om dank te zeggen voor alle zegeningen die Gij ons over ons leven heeft uitgegoten, Heer. Dat we rust mogen vinden in U, Heer, en dat U zegt, wie vermoeid is, komt tot mij, Heer, en dat we de weg weten. We kunnen nooit zeggen, we hebben het niet geweten, dat we het elke keer weer horen, Heer. Uw liefde en genade, elke zondag, dat we Uw woorden open doen. Heer, en dat Uw woorden nooit ledig wederkeren, Heer, dat we een houvast hebben in ons leven. En het is makkelijk, Heer, als ons leventje kalm voorbij gaat, Heer, dan is het heerlijk om dat te geloven. Maar Heer, we zien zoveel tranen, zoveel pijn en zoveel gebrokenheid in deze wereld, Heer. Dat we ons als beschaamd voelen, dat ze zo vrede kunnen hebben in U, Heer. Dat geeft U bij alle onvrede. Dat we een rust mogen hebben, die rust in U. Maar Heer, er staat op ook, Heer, dat er tijden zijn van wenen. Dat we met hem mee kunnen huilen. Heer, dat we liefde kunnen geven. Heer, en dat U dat ons opdraagt, Vader. We willen bidden voor de mensen in nood. Voor mensen die alles achter moeten laten, Heer, om hun leven te redden. Heer, we weten vervelend dat ze misschien U niet kennen, Heer. Maar we bidden heel bijzonder voor uw kinderen onder de Oekraïne, Heer. En ook al die mensen die daar mee zijn. O God, we willen smeken voor de mannen die moeten vechten, Heer. Dat vrouwen niet weten of ze ooit hun man weer terug zullen zien op deze aarde. Heer, we willen smeken voor de kinderen die zo veel leed hebben gezien, Heer. En we willen smeken, Heer, dat ze ook weer mogen leren kennen. Heer, u bent de enige ware levende God, Heer, die hen kan helpen. En daarom willen we bidden. Vader wil ook uw kinderen wakker maken. En mogen we er ook zelf hier bij betrokken zijn, steeds meer om hen voor het aangezicht van u te brengen. Heiland, we hebben het zo goed om. Ja, leer ons nu ook op uw vertrouwen, Heer, als we offers zullen brengen. Heer, dat u dan ook zorgt, Heer, voor ons allemaal. Heer, dat we zeggen u dank dat we steeds ons dagelijks brood mogen hebben. Heer, dat we gezond mogen zijn. Dat we bevoorrecht zijn dat we in de vrijheid bij elkaar kunnen komen om elke keer uw aangezicht te zoeken. Heer, ons leven is vol zegeningen. Maar Heer, we mogen het ook tellen. We mogen u elke keer dank brengen. Heer, maar we weten ook dat uw woord zegt, Heer, dat er een nacht zal komen dat niemand werken kan. Heer, die nacht zien we steeds dichterbij komen. Heer, uw woorden, uw profetieën gaan in vervulling, Heer. En mogen dat ook weten. Heer, we kunnen de aarde niet redden. Wel onze verantwoordelijkheden, Heer, maar Vader, mogen op de plek staan, Heer, waar u ons gesteld heeft en mogen we daar en dicht zijn en daar te zegenen. Heer, in het bijzonder willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. Er zijn zoveel Joden in de Oekraïne zitten, Heer, die nu gedreven worden om te vluchten, Vader, en dat ze naar Israël zullen komen. Heer, het is uw oogappel. Het staat in uw woord, Heer, dat u ze zult redden en dat ze naar huis moeten komen. Maar we bidden, Heer, voor het Russische volk die ook niet weten waar ze aan wat ze doen, Heer. Alleen opgejaagd door de dictator. Oh God, wil u nog vele ogen openen en mag er toch een wonder gebeuren, Heer. Dat in alle pijn en alle leugens, Heer, dat de waarheid zal boven water komen, Heer. Dat ze ook weer toevlucht vinden in uw. Ach Heer, als we zo bidden, kunnen we eigenlijk bij heel de avond bezig zijn. Maar Heer, we zijn bij elkaar als gemeente om u te danken en te bidden, Heer, dat we ook een levende gemeente zijn en niet inslapen, maar dat we trouw zullen zijn op ons plekje. Heer, wilt u ons gebruiken, neem ons leven. Laat het hier toegewijd zijn aan u, Heer. En bovenal, we blijven u verwachten, Heer, van alle omstandigheden. Uw naam zijn geloofd en geprezen. En ik dank u voor mijn broeders en zusters, Heer, die ook deze God kennen en uw naam beleiden. Halleluja. Amen. Heer God, u schrijft in uw woord dat u ons als uw kinderen gezegend hebt met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Heer, een van de zegeningen is ook dat wij voorbeden mogen doen. Een van de zegeningen is dat u onze gebeden hoort in uw Zoon, Heer Jezus Christus. Heer, en zo willen we voorbeden doen, zoals uw woord ook oproept,
voorbeden doen voor overheden, Heer, voor onze broeders en zusters, Heer, en voor alle mensen om ons heen. Heer God, voor onze overheid in ons eigen land, Heer, die ook in deze moeilijke situatie besluiten moeten nemen. Heer God, de zaken moeten overdenken. Ze hebben uw wijsheid zo nodig, want zij tasten ook in het duister. En wat is dan de goede weg? Heer, maar u weet het. En dan doen wij voorbeden dat u, degene die wilt besluiten in ons land, leidt. Heer, dat ze de juiste weg pakken. Dat u hen leidt op de juiste weg, wat goed is voor het volk, voor ons. Heer, ontfermt u zich over hen. Heer, er zijn er die u kennen, maar er zijn er ook die u niet kennen. Ook die kunt u sturen en leiden. U hebt alle macht. Ja, Heer, u hebt ook de macht over de leiders in de wereld. Heer, die ja, hun gang gaan, ellende stichten, ellende veroorzaken. Heer, wij bidden voor hen dat u zich ontfermt. Dat u een keer brengt in de situatie. Heer, maar dat u ook de gang van zaken ook gebruikt om mensen tot u te brengen. Om te laten zien dat u de Almachtige bent. Heer God, dat u zo de hoogmoed van mensen ja, ook vernedert. Heer, dank u wel dat u ons gebed hoort in Jezus' naam. Amen. Hier we laten van die nabijen in Oekraïne, die Joden en Christen oproepen om Psalm 130 te bidden met elkaar. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, Heer, die houdt wat stand. Maar bij u is vergeven, daarom eer ik u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem. En verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade. Bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Zoveel gebeden, Heer. En het kan nooit genoeg zijn. Heer, we leggen het alles aan uw troon, Heer, wat we net gebeden hebben. Heer, ik moest nog wel denken aan Jozef, wat Heer, toen hij de tijding kreeg, vluchtte hij naar u. Hij zei, zie ook ons, Heer, hier zitten we, vluchten naar u. Heer, wij kennen met deze wereld niks. We zijn zulke kleine mensjes. Hij zegt, maar in u, Heer, zijn we sterk. Heer, dat wij hier in Nederland, Heer, mogen zijn, het baken van geloof. Heer, dat wij nog, Heer, uw naam hier mogen grootmaken. En Nederland, Heer, wat zover bij u weg is. Maar zie, Heer, het is leeg. Waar ga je nog naartoe? Heer, als je zoveel nood hebt en als je de dingen van de wereld niet begrijpt. Wij begrijpen het dan niet. Heer, maar wij mogen bij schuilen bij u. U bent onze toren, u bent onze vaste rots. Heer, dat we dat ook in deze wereld uit mogen dragen. Dat we mogen vertellen van uw liefde. Dat zo koos het mee eindigt, Heer, dat God is liefde. Hij heeft Heer Jezus gegeven omdat hij ons zo lief had. Heer, niet alleen ons, maar de hele wereld had u lief. Heer, dat wij dat ook de mensen mogen vertellen. Dat we mogen vertellen, Heer, dat we bij u, Heer, liefde en vrede kunnen vinden. Heer, al gaat het dan door diepe dalen. Hij kan, hij wil, hij zal in nood, ja, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Heer, zo willen we het deze avond afsluiten en willen we het bij u neerleggen. We willen u om een zegen vragen. We willen u vragen, Heer, of u in uw wijs besluit, Poetin en die mensen om de tafel wil brengen. Heer, geef ze een inkeer dat ze mogen zien, Heer, wat er gebeurt. De Heer, dat dit niet de wereld redt. Wilt u hem zijn trots breken? En wilt u onze leiders wijsheid geven? Ook daar de goede weg in te varen. Heer, dat we mogen gaan praten in plaats van schieten. Heer, dat is ons gebed. Alles leggen we zo in uw handen. U weet namelijk al wat we willen bidden. Dus we leggen het bij u neer. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. O Heer Jezus. Amen.
Ik wil jullie vragen om op te staan. Dan geef ik jullie de zegenbeden nog mee voor van de week. En dan zingen we nog één lied. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven bij jullie. Amen. We zingen nog één lied, wat de toekomst brengen mogen. Volleyballen na afloop. Voor degene die het willen. Onze vader.